Yo mensen, Jarosk hier en welkom bij weer een nieuwe live gameplay hier natuurlijk op Call of Duty Black Ops 2. We spelen vandaag lekker Hardpoint, mijn lievelings game mode in heel Black Ops 2 en misschien wel gewoon in heel Call of Duty. Al is die soms wel een klein beetje bullshit, maar waar ik tegen speel op dit moment is een party. En dat zijn KD boosters, alleen aan het omgedraaide van boosters. Wat ze hebben gedaan is, ze hebben gewoon een normaal profiel. Ze hebben gewoon een normaal kill aantal, maar ze hebben een kill death ratio van 0.10. Wat je daardoor krijgt is, je komt alleen maar in noob lobbies. Wat je daardoor krijgt is, je kan dus heel makkelijk een goede gameplay neerzetten, omdat je alleen maar in noob lobbies komt. Maar, wat ze niet doorhebben, is dat ik in een lobby zit met gewoon het shield team, hoop ik. En dat we ze gewoon eventjes allemaal gaan lopen afmaken hier. Dus teammates, kom op jongens. Jan, kom op Jan, we gaan gewoon proberen om van deze enemies te winnen. Ik vind het niet leuk als mensen dat doen. Ik zelf heb een kill death ratio van 280 of zo op Black Ops 2. Maar weet je, het boeit me geen ene reet. Ik speel Call of Duty voor de lol. Ik speel niet Call of Duty om gewoon alleen maar goed te gaan. Ik speel niet Call of Duty om echt te gaan lopen tryhard of zo voor een kill death van 5.0 of zo. Weet je, het boeit me geen ene zak. Je speelt voor de lol, dat moet ik altijd zo blijven. En daarom boeit me KD niks. Daarom wil ik ook gewoon het potje gaan winnen tegen deze enemies. En daarom wil ik ook gewoon een hele, hele lekkere score gaan neerzetten. Om gewoon deze enemies een lesje te leren. Dus we gaan mooi niet deze hardpoint krijgen. Want ik wil de hardpoint, maar dankjewel. Dus we gaan echt gewoon knallen hier, dat is alles wat we gaan doen. Knallen, knallen, knallen en nog eens knallen. En we gaan het potje winnen, punt uit. Daar draait het om hier, man. Het draait niet om een goede score halen. Het draait erom dat we het potje winnen. En natuurlijk een hardpoint potje win je. Door op de hardpoint te gaan zitten, zo makkelijk is het. Dus even een leidingstrijk gooien. En dan gaan we rennen, man. Kom op, die mensen rennen naar de hardpoint toe. We gaan die hardpoint pakken. Bovenin staat er een te campen. Ja, dat was een mooie kill van die gozer, manius. Dat is toch niet leuk, man, als je daar gaat staan. Ik snap daar niet de lol aan. Maar dat maakt niet uit, joh. Dat maakt niet uit. Het er allemaal niet toe als we maar gewoon dit potje winnen. Goed, leidingstrijk, teammate. Let's go, maat. Goede kills, jongens. Kom op, nu blijven doorgaan. Kom aan, jongens. Mooie Guardian Hero. Draai hem om, draai hem om. Links, links, links. Komt er een. Ja, let's go. Mooie assist, jongens. Kom aan, zo blijven doorgaan, jongens. We staan bijna voor. Huppatee, we staan voor. Zo gaat het goed. Zo gaat hij goed. Zo gaat hij lekker. Alweer een ammunitie uit mijn wapentje geschoten. Mooie lijnen, jongens. Kom aan, ze komen ondergronds. Ondergronds, ondergronds. Kijk ondergronds. Goed gedaan, maat. Let's go. Zit er nog één. Goed gedaan, jongen. Jij bent fucking beest. Ik zweer het. Ik mag jou. Ik mag jou zo. Geef me die MP7. Dank u. Oh, ik zit vast. Holy shit, dat ik die vent nog heb. Oké, de hardpoint is nu contestant, maar dat maakt natuurlijk geen ene reet uit. Want zo krijgt geen enkel team krijgt punten. Dus laat ze maar komen. En als mijn teammates me ook even komen helpen, wat ze dus op dit moment niet komen doen, dan kunnen we die hardpoint overnemen. Oké, ren erin. Ja, oké, zit dus achterin te campen. Zit er achterin die hardpoint te campen. Nice teammate, let's go jongen. Mooie double kill, maat. Ik heb ook nog een kill. Kom op, nu blijven liggen. Door, 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 door. Langzaam door. Langzaam door. Er zit er eentje links. Er eentje links als hij naar binnen loopt. Laat ze maar komen. Ik ga heel rustig aan doen. Want kijk, er zitten er nu twee links. En ze komen sowieso zo meteen naar mij toe rennen. Dat weet ik 100% zeker. Laat ze maar komen. Weet je, nu krijgt niemand punten. Dat maakt geen ene reet uit. Zolang wij geen punten krijgen, krijgen hun ook geen punten. Jammer, maat. Nee! Ik zei al, jammer, maat. Mij was nog niet dood. Oh, kut. Ja, dit was mijn schuld. Dit was mijn pure schuld. Oh, fuck. Ik dacht echt dat ik die vent al dood had. Wauw, man. Kutjes. Dat vind ik niet aardig. Oké, okay, fuck it. Op naar de volgende hardpoint. Die zit hier binnen natuurlijk. Dus 3, 2, 1. We krijgen 200 punten misschien. Nee, hij is weer contested. Hij is weer contested. Kill die gozer. Kill die gozer. Kill die gozer. Kill die gozer. Goed gedaan, Jan. Ik wou eigenlijk zeggen goed gedaan, teammate. Maar die deed het niet. En ze komen nu natuurlijk naar mij toe. Want ze willen die hardpoint weer overnemen. Dat draait deze hele game al natuurlijk om. En kut, sorry. Dat was mijn eigen schuld. Oké, jongens. Zorg ervoor dat we die hardpoint krijgen. Laat ze niet winnen, man. Ik kon serieus echt het potje winnen. Ik weet niet of mijn teammates snappen wat ze moeten doen in deze game mode. Sorry hoor, als je me kent, maar wauw man. Mijn teammates die snappen er niet heel veel van, kan ik je wel garanderen. Maar dat maakt natuurlijk niet uit. Als je die kills blijft oppakken, dan is alles goed hier. Double kill met CC4. Let's go, maat. Jij bent baas. Let's go, double kill voor mij. En nee, Tribolt. Die fans speelt met de crossbow met Tribolt, man. Dus ik weet niet waar die helemaal mee bezig is, maar doet er verder niet toe. Als ze maar kunnen killen. Ze lopen hier twee, jongens. Pak ze. Pak ze, teammate. Teammate staat te camp hier, dus die pak ze wel. Of toch niet? Teammate pak ze niet. Goed gedaan, teammate, maar niet eens. Ze lopen hier binnen. Linkerkant, linkerkant, linkerkant. Goed gedaan, let's go. En dan komt de volgende hardpoint weer in het midden, teammate. Dat weten jullie wel, hè, hoop ik. Ja, dat snappen ze wel, hoor. Dat snappen ze wel, sowieso. Ik vertrouw mijn teammates, ze weten dat de hardpoint in het midden komt, sowieso. Teammates, op naar het midden, jongens. Nee! Wat? Ik word geduikt impact door een crossbow. Geweldig, jongen, geweldig, die gozer. Die speelt alleen maar met zijn crossbows, jongen.
Dat is toch perfect gewoon, joh. Nou ja, niet perfect voor mij, maar wel leuk voor hem, man. Dat hij gewoon lekker lol aan het maken is met een crossbowtje, jongen. Dat vind ik kicken. Oké, komen er twee via de linkerkant. Even kijken. Nee, die kan ik allebei niet killen. Laat ze maar komen, Laat ze maar komen. Rustig aan. Dat is één en dat is twee. Dankjewel. Nu komen ze ook via de andere kant. Dus even eerst mijn lijn in gooien. 1, 2, 3. Kom, geef me die multikill. Nee, die gaat niet werken. Nee. Oké, maakt niet uit. Ze komen vanzelf hier weer uitrennen. Als je kijkt op die orbital visit van mijn teammate, dan zie je natuurlijk gewoon precies waar ze zitten. En het is nu ook niet meer nodig om echt gewoon non-stop op die hardpoint te blijven, omdat we al zo ver voor staan. Dus dat is natuurlijk ook een pluspunt. Tribolt weer van die gozer. Geef mij die hardpoint punten, alsjeblieft. Dankjewel, nu hebben we ook een orbital. Let's go, teammates. We gaan hard hier. Oh, en die gozertjes. Volgende hardpoint komt hier aan de andere kant. Dus dan moeten we even weer helemaal naar deze kant toe rennen. En ik heb ook nog een orbital voor jullie, jongens. Alsjeblieft. Dit gaat lekker, jongen. Hiervoor hou ik van hardpoint, man. Kijk deze actie die er ook in zit, hè. Het is natuurlijk ook de map hijjack. Dus sowieso natuurlijk wel actie. Maar dit is episch, man. Lekker veel actie. Lekker veel kills. Potje winnen tegen een party. En doodgaan. Dat hoort er ook bij. Kut, man. Waarom ging ik nou weer dood? Kut, enemy. Waarom kill je me nou, ja? Dat vind ik niet aan. Stommerd. Nee, maakt niet uit, joh. Als die me killt, dan killt hij me. Zo makkelijk is het. En... oh, die vet staat te campen. Die staat helemaal achterop, jongen. Helemaal achterop op zijn toonbank. Zit hij daar lekker, jongen. En wat ik nu eigenlijk moet doen, is natuurlijk een nieuwe orbital halen. Maar ik weet niet of dat gaat lukken, man. Ja, goed zo, teammate. Die camper is dood. En loopt er hier ook nog een. Let's go. En er zit er nog eentje op die hardpoint. Dat is een Remington. Oké, nice, jongens. Oké, let's go. We hebben de hardpoint nog even gehaald. En de volgende hardpoint komt natuurlijk hier weer beneden. Dus ga ik alvast naartoe. Dus kunnen we alvast deze hele hardpoint eventjes pakken. Zodat de enemies natuurlijk geen punten erop kunnen krijgen. Dus dat is een goede tactiek. Dus laat ze maar komen. Nou, hij komt niet. Kijk maar om mijn UAV. Of om mijn orbital zelfs. Want we hebben een orbital visit in de lucht. Nee, kut. Wauw. Wauw, man. Ik dacht echt dat die gozer had. Kut, jongen. Hoeveel kills hebben we? 42. Ah, ik vind het goed, joh. 42 kills is een mooie kill aantal natuurlijk. Dus ik vind alles best, joh. Deze Remington weer oppakken. Even mijn lijn in gooien, want ze lopen allemaal buiten. 1, 2 en 3. Kom op, gun me die multikill, jongens. Kom aan, multikill. Ja, 1. Yay! Woop! Zo moet het gaan, jongens. Let's go. We hebben nu een Remington. Dat is natuurlijk een shotgun die echt heel erg overpowered is. En waar je ook heel veel kills mee kan oppakken als je ermee raak schiet. Dus bedankt voor de enemy die deze Remington gebruikt. Want zolang je mij er niet mee killt, dan heb ik er geen problemen mee. Maar zolang je mij ermee begint te killen, dan heb ik er wel problemen mee. Want dit ding is een YOLO... achtigheid overpowered, dat is niet normaal. Er komt nog eentje achter me hier, oh. Oh kut, die heb ook een Remington. Holy shit. Vraag me niet hoe ik die kill heb overleefd, want eigenlijk had die fan me moeten hebben. Maar dat heeft hij niet. Er loopt nog eentje hierboven, die ga ik ook even proberen te pakken. Teammate, mag ik de kill alsjeblieft? Teammate, gun mij de kill. Teammate. Dankjewel teammate, let's go. Nieuwe hardpoint, die zit natuurlijk weer onder ons. Dan spant er ook nog eentje hier, oh. Nou, twee zelfs, joh. Oh kut, die kan ik niet killen. Spant er nog veel meer daar, jongen. Let's go, die heb ik. En loopt er nog eentje. Je gaat sowieso via de trappetje omhoog. Sowieso. Ja hoor, wat een lul. Dat is zo dom als je dat doet. Zo dom. Komt er nog eentje, joh. Jongens, dat is zo dom. Je weet dat ik hier sta met een Remington. Oh kut, we zijn gecounterd, man. Dat houdt in geen orbital meer voor ons. Maar er komt er nog een. Wat zijn dit voor sukkels? Je weet toch dat ik hier... je weet toch dat ik daar sta met een Remington? Waarom kom je dan fucking 2, 3 keer achter elkaar naar me toe lopen, maat? Wat een beest, jongen, die gozer. Oh, mooi span. Prachtig, zit er nog een. Oh, ik ben scheef. Dankjewel, teammate, voor het redden van mijn leven. Ik roep mijn UAV gewoon in omdat het kan, maar ze spannen nu naast me, man. Dus even opletten, want we hebben gewoon steeds een counter, maar we zijn nu weer goed. Kom maar. Dankjewel. Oké, lekker jongens, het gaat lekker. Nieuwe hardpoint komt natuurlijk weer waar ik sta, dus ik blijf er ook lekker staan. Want dan kan ik meteen die 200 punten pakken natuurlijk. Dus even kijken of dat gaat lukken. Dus 3, 2, 1, 200 punten voor mij. Ja, dankjewel. Dan hebben we meteen weer een nieuwe UAV. En dat helpt natuurlijk daarbij dat we enemies kunnen zien. Kijk uit, teammate. Dit is een heerlijk potje, man. Heerlijk gewoon. Dit wil ik hebben in Call of Duty. Gewoon lekker veel actie natuurlijk. Ik ben weer stuk. Door die crossbowgozer, man. Oh, de kutleviool, jongen. Hij loopt altijd met zijn crossbow rond, hè. Dat is wel baas van hem dat hij dat doet. Maar niet zo baas dat hij met mij stuk. Dat vind ik niet aardig van hem. Is er hier al eentje? Uh-oh. Oh, die is omgelopen, joh. Die komt hier ook. Met zijn hammertje. Met zijn hammer en zijn rijshield, volgens mij. Oh, nee. Nog een eens. Nog één. Oh, met zijn tribolt. Auw, die deed pijn. Geef mij even die 200 punten, jongens. Dankjewel, dan heb ik weer een nieuwe leiding. Oké, meteen die leiding gooien, want nu spannen ze allemaal bij elkaar. Dus kan je meteen natuurlijk die kills weer oppakken. Oh shit, ik word gestunt. Uh-oh. Leiding heb jij hem, ik hoop het. Ik hoop dat mijn leiding die gozer heb die net naast me stond. Anders ben ik nu dood. Ja, ik leef nog. Daar gaat het om, dat je blijft overleven. Ik zit hier boven te cam, want twee man zitten er. Dus even kijken, zit hij er nog steeds? Ja, hij zit er nog steeds. Hallo meneer, doei doei. Oké, nieuw hardpoint zit er helemaal achterin natuurlijk. Achterin de map bij hun span. Dus als ze even goed opletten. Daardoor wil je natuurlijk niet doodgaan. En die vent ga ik halen, man. Kom maar.
Ik kom je halen, maat. Teammate, pak jij hem dan. Teammate, ik heb hem al, niks aan de hand. Ik dacht dat mijn teammate hem pakt. Ik ben even gestunt. Oh, ik heb hem ook nog. Wat een lul. Wat een lul. Ik heb hem ook nog. En de tijd die zit er gewoon bijna op, man. Oh, ik ben weer gestukt. Ik ben weer gestukt, man. Ga dan weg, man. Ga dan weg met je triples. Oh, wow, jongen. Ik vind het best dat hij me ermee killt, hoor. Ik heb er geen problemen mee, maar het is wel irritant, man. Kijk, als ik nu bijvoorbeeld voor de nuclear ga spelen, wat ik niet heb gedaan, ik heb nu gewoon een lekker potje gespeeld. Dan werd ik sowieso, als ik op 29 kills zat of zo, door die crossbow gekillt. Dat weet ik gewoon 100% zeker. Dat gebeurt altijd, man. Dan ben je lekker aan het spelen, heb je bijna je nuclear en dan word je altijd gekillt door zo'n persoon die dus met zo'n soort wapen speelt. Met een crossbow tribble of met een light machine gun met target finder of whatever. Maar, we hebben de 10.000 punten gehad, zoals je kan zien. 10.245, wat echt natuurlijk gewoon een heleboel is. Zo makkelijk is het, dat haal je niet zo vaak. 78 kills, 14 deaths en hier een potje neergezet. Echt gewoon een heerlijk potje neergezet. 9 captures, 22 defense. Ik hoop dat jullie hebben genoten, mensen. Het was gewoon een lekker videootje waar ik gewoon plezier heb gemaakt in Call of Duty. En dat is natuurlijk belangrijk. Doe ik altijd. En zo spreek ik normaal gesproken als ik niet aan het opnemen ben. Dus bedankt voor het kijken, mensen. Vergeet niet te liken. En tot de volgende keer maar weer. Bye bye, mensen.